In 2000 heeft mijn broer het cafeetje overgenomen van een 85-jarige dame. En kort daarna hebben we eigenlijk beslist om hier allemaal de bieren van de streek op de bierkaart te zetten. En ja, dat is eigenlijk uitgegroeid tot iets fenomenaals, want er komen mensen niet alleen uit het eigen dorp, maar ook uit de dorpen hier omheen. Maar zelfs mensen uit het buitenland komen hier nu regelmatig op zondagvoormiddag hun geuze en hun kriek degusteren. Dikwijls stelt men dat geuze de champagne der bieren is. Wel, men heeft daar gelijk, want de manier waarop geuze eigenlijk gemaakt wordt, vertoont veel gelijkenissen met champagne. In de verzekering tegen de grote dorst is een beetje speciaal op dat vlak dat het café maar heel beperkt open is. In de loop der jaren is onze kelder enorm gestoffeerd geworden met verschillende geuzes, krieken en andere lambiekbieren. Dat is iets uniek in de streek hier. Het is ook uniek in de wereld dat er op één plaats zoveel verschillende jaargangen van geuze en kriek kunnen geproefd worden. IJzeringen is een heel rustig dorpje. Het ligt een beetje ingesloten tussen twee steenwegen en veel mensen rijden hier voorbij. Maar wanneer ze dan hier op het dorpsplein zitten, dan zijn ze soms verrast over de rust en de kalmte die hier heerst. Om de twee jaar wordt hier op het plein de Nacht van de Grote Dorst georganiseerd. Dat is het internationaal geuze- en kriekfestival dat ondertussen ook al broertjes en zusjes heeft in het buitenland. Maar ook de Dag van de Lambiek en de Dag van de Kriek zijn zo die traditionele momenten hier in IJzeringen waar de lambiekbieren even in de schijnwerper worden gezet. Wanneer je geuze koopt, dan moet je voor één ding opletten en dat is dat je na het vervoer de geuze opnieuw laat rusten. Want in oude geuzen, daar zit dus bezinksel in en dat moet opnieuw tot rust komen en op de bodem van de fles komen. Belangrijk is dat je de fles met heel veel zorg en voorzichtigheid naar boven gaat brengen. En als die fles bijvoorbeeld liggend werd bewaard, dan moet je die ook liggend naar boven brengen. Zodanig dat het bezinksel zo weinig mogelijk kan bewegen. En als je dan de fles open doet, heel voorzichtig open doen en uitschenken in één vloeiende beweging verschillende glazen, zodanig dat ook het bier in de fles niet zou terugklutsen en het bezinksel zou kunnen oproeren. Dat is heel belangrijk, want een goede geuze die wordt mooi, klaar en helder uitgeschonken. Dikwijls vragen de mensen, ja, wat is de beste geus, wat is de beste kriek? Dat is een vraag waarop wij moeilijk een antwoord kunnen geven, omdat dat van veel factoren afhangt. Sommige geuzes drink ik veel liever in de winter, dus andere veel liever in de zomer. Het hangt ervan af of dat er eten wordt bijgeserveerd, of dat het gewoon een degustatie is. Het hangt ervan af of het mooi weer is, of dat het dan regent of sneeuwt. Het hangt ervan af van de gemoedsgesteldheid. Maar geloof mij, voor elk moment van het leven is er een goede geuze. En dat maakt me gelukkig. In het naburige Onze Lieve Vrouw Lombeek vind je te midden van de velden de Hertboommolen. In de jaren 1960 kreeg de molen landelijke bekendheid omdat het molenhuis dienst deed als huis van kapitein Zeppels in het gelijknamige jeugdfeuilleton. In de schuur van het molenhof werd een museum en een onthaalruimte voor bezoekers ondergebracht. Je kan de molen bezoeken elke zon- en feestdag van mei tot september en elke zondag van oktober tot april. Voor meer informatie kan je terecht bij Toerisme Pajottenland.